Mijn naam is Michel Wening, uitvoerder bij Piers Floris Boomverzorging Amsterdam. Vandaag staan we op het project van de Rode Loper in Amsterdam. We staan hier hartje zomer en vandaag worden de vier laatste bomen van dit gedeelte van het project geplant. En we zijn nu bezig op het gedeelte van de Rokin tussen de Dam en de Muntplein. Deze bomen die komen bij de kwekeren van de zomeropslag vandaan. Die zijn in boksprings bewaard, zodat we ze nu in de volle zomer nog steeds kunnen planten. Op dit project hebben we in totaal 49 Ulmus frontiers geplant. De Ulmus frontier, het zijn middelgrote iepen die ongeveer 12 meter hoog worden. In de herfst oranje-roodachtige kleuren en in de maanden april en mei bloeien.